De laatste zege voor Jong Utrecht was bij Dordrecht. Toen werd het met 5-2 gewonnen. De laatste drie wedstrijden wist de ploeg van Haken toch niet te winnen in de keukenkampioen-divisie. Dit is Arweiler. Arweiler kijkt. Patinama. Aanname van Patinama. Zo, die verslikt zich in de speler van Jong Utrecht. En dit was de kans voor Barjigi. De redding is goed van Zwols. En hij mist dus de kans op de openingsgoal in de wedstrijd. Dan Telstar voor het eerst. Patinama. Bal weggewerkt. Dit is Benamar. Benamar. Mag ver komen. Benamar in de versnelling. Benamar. En hij maakt het af. Wat een fantastische goal van de centrale verdediger notabene van Telstar. Benamar speelde in de jeugdopleiding van FC Twente bij Jong Twente in de tweede divisie. Wist daar ooit één keer te scoren. Nu stond hij ook nog droog bij Telstar. En dit is zijn eerste. Een fantastische goal. Fantastische rush. En dus de voorsprong voor Telstar. Jong Utrecht dan weer. Atjevaj goed aangenomen. Atjevaj ineens geschoten. En Zwols. Weer een speldenprikje van Jong Utrecht. De ploeg van deze Haken. Druk van Telstar. De lange bal van Utrecht. De fout in de verdediging. En Zwols is net op tijd zijn goal uit. Voordat Maddy gevaarlijk kan worden. Maddy. En nu heeft Zwols hem. Vlak voor rust. De mogelijkheid voor Jong Utrecht. Goed meegedaan door de doelman van Telstar. In de blessuretijd van de eerste helft. De voorsprong dus voor Telstar. En ja, dit zijn ook mogelijkheden. Op meer in de wedstrijd. Bronckhorst. En zo staat het 1-0. Zijn de mandjes weer hersteld. Dit keer met goud. En tot dusver dus een gouden idee gebleken. Omdat Telstar gewoon voorstaat met 1-0. En Telstar ook beter in de tweede helft. Tenminste, in de beginfase van de tweede helft. En de vangbal van de Keizer. De inzet van Tassan. De huurling van Jong Sparta. Bronckhorst. Dit is een goede actie. Bronckhorst met veel ruimte. Nu nog een goede voorzet. Bronckhorst, zo. Die probeert de doelman in de korte hoek te verrassen, de Keizer. Zo is het beste spel van de thuisploeg Telstar. De bal blijft hangen. Ja, buitenkantje voor Garzouz. En hij scoort zijn 8e van het seizoen alweer. Was afgelopen week in het bekertoernooi ook belangrijk. Tegen de Koninklijke AFC. Want toen scoorde hij in de slotfase. Uit de strafschop de beslissende goal. En nu dus de 2-0. En de veilige marge voor Telstar. En de mandjes gaan omhoog. 2 voor Telstar. En 0 voor Utrecht. Maar nog een half uur te spelen. Velanas met wat ruimte. Een van de betere spelers in de ploeg van Haken. Dit is een goede aanval. Arweiler. En sterk verdedigd. Door Korpershoek. Met al zijn ervaring. De weersomstandigheden zijn niet juffer het. Het is herfst, ook in Velzen. Maar dan maalt het thuispubliek niet om. Want Telstar staat gewoon weer voor. En dit is een fout in de verdediging bij Utrecht. Is dit een strafschop? Scheidsrechter Blank geeft geen strafschop, maar een vrije trap. Ja, dit is toch ja, net aan, net niet. Ik geef Blank voordeel van de twijfel. Hij stond erop. En het schot van Berestein, van aanvaller omgeturnd tot verdediger. Garzouz, sterk. Garzouz, afleggen. El Yacoubi, voormalig speler van Utrecht. In de ploeg gekomen, deze El Yacoubi. Fernandez staat vrij, wordt aangespeeld. Fernandez met zijn rechter. Schiet de bal voorlangs. En zo staat Telstar wel verdiend voor. Is het ook beter dan Jong Utrecht. En gaat het dus voor de 3e maal op rij winnen in de competitie. Van Doorn. Met overzicht. Weer Fernandez. Fernandez. En weer de Keizer met een belangrijke redding. In blessuretijd. 2 mogelijkheden voor deze Fernandez. En het wordt uiteindelijk 2-0 voor Telstar. En de mandjes, de gouden mandjes, hangen daar. De 3e zege op rij voor de ploeg van Jonker.